In de huidige markt wordt het beleggen in ETF's steeds populairder. Met het aanschaffen van één ETF kun je de rendementen van een hele sector en zelfs van de hele markt volgen en logischerwijs profiteren van de groei die de beurs over het algemeen doormaakt. Echter zijn een hoop interessante ETF's, ook beschikbaar op de Giro, waar mensen nog niet van gehoord hebben of simpelweg overheen hebben gekeken. Daarom wil ik in de video van vandaag. Vijf interessante ETF's bespreken die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor in jouw portefeuille en jou dus een mooi rendement op kunnen leveren. Laten we ook direct beginnen bij de eerste interessante ETF. En het is de Amundi Healthcare ETF, die je op de giro kan vinden onder het tickersymbool 18M6. Zoals de naam eigenlijk al verklapt, is het een ETF die zich focust op een sector, namelijk de gezondheidssector. En ik denk zelf dat deze gezondheidssector in de toekomst enorm veel potentie in zit. Mensen worden nou eenmaal ouder en we hebben een hele grote groep babyboomers die met gemak richting de pensioenleeftijd gaat. En over het algemeen hebben deze oudere mensen net wat meer gezondheidszorg nodig. Daarnaast is er ook een groeiend probleem in de wereld omtrent overgewicht. En ook hier kan de gezondheidszorg dus op inspelen. Door de combinatie van deze twee problemen en de groeiende rol van de gezondheidszorg, die ik over het algemeen sowieso al zie voor de toekomst, denk ik dat het wel verstandig kan zijn om je te mengen in deze sector en bijvoorbeeld deze ETF aan te schaffen. Kijken we iets specifieker naar deze ETF en wat deze ETF inhoudt, en kijken we bijvoorbeeld naar de top 10 holdings, dan zien we dat het voornamelijk Europese bedrijven zijn, met als grootste holding met zo'n 16,5% het Zwitserse bedrijf La Roche Holdings. Maar ook zien we bekende Nederlandse namen terug, zoals bijvoorbeeld Koninklijke Philips. Ten opzichte van de meeste ETF's heeft deze ETF eigenlijk relatief weinig posities in de ETF. Wat we al zagen, was La Roche de topholding met 16,5% en dus al een groot deel van de portefeuille. Ik zelf zie hier niet echt een probleem in. Natuurlijk, het zijn wat minder holdings en het brengt misschien iets meer fluctuatie met zich mee. Ik heb over het algemeen veel vertrouwen in de gezondheidssector en de ontwikkeling daarvan. En door een paar van de grote namen in deze sector aan te schaffen door middel van deze ETF, kan je naar mijn mening eigenlijk niet misgaan voor de toekomst. Neem we ook een kijkje naar de koersprijs, dan zien we dat één positie in deze ETF op de Duitse beurs verkrijgbaar is en om en nabij de 275 euro kost, wat voor één positie relatief duur is. Ook heeft het een management fee van 0.25%, wat aan de lage kant is. Een vergelijking zullen we later in deze video nog zien met de andere ETF's. Nemen we vervolgens ook een kijkje naar de historische performance van de ETF, wat natuurlijk ook niet heel onbelangrijk is. Zien we dat het behoorlijk goed doet. Sinds het jaar 2012 heeft het ongeveer 170% rendement opgeleverd. Dus, naast dat ik er zeker vertrouwen in heb in de individuele sector zelf, heeft het ook nog bewezen performance in het verleden. En doen deze bedrijven die onderdeel uitmaken van de ETF het over de afgelopen jaren, net zoals de beurs, over het algemeen gewoon goed. Dus ben jij geïnteresseerd in de healthcare en weet je niet precies welk bedrijf je in wil beleggen, dan is deze ETF zeker een aanrader voor in je portefeuille. Dan door naar de volgende interessante ETF van deze video. En het is ten opzichte van de eerste een stuk uitgebreidere ETF. Het is namelijk de SP 500 Dividend Aristocrats ETF, die je kan vinden op de Giro onder tickersymbool SPID. Deze ETF is eigenlijk ook vrij simpel uit te leggen en voor jullie om te snappen ook relatief makkelijk. Het volgt namelijk bedrijven in de SP 500, maar niet de gehele SP 500 index. Het volgt namelijk alleen de zogeheten Dividend Aristocrats, of de bedrijven die al een gevestigd dividend betalen. En het leidt er ook toe dat deze ETF een dividend uitbetaalt van 3,2% op jaarbasis. Wat natuurlijk een erg lekker dividend is voor op een ETF. Dat er veel grote en gevestigde bedrijven in de ETF zitten... zien we ook terug in de top 10 holdings van deze ETF. Waar we vele bekende namen als bijvoorbeeld ExxonMobil, Apple en AT&T zien staan. Wat we ook zien is dat de grootste positie onder de 4% zit. Dit om opnieuw maar weer aan te geven dat het een stuk uitgebreidere ETF is... En dus ook focus op veel meer segmenten van de markt. Omdat er logischerwijs veel meer bedrijven onderdeel zijn van de ETF. Deze verschillende segmenten van de markt zien we ook terug in de sectoren waarin deze ETF operatief is. Kijken we namelijk naar deze sectoren, dan zien we dat het grootste deel operatief is in de financial sector. Namelijk met zo'n 18%. Daarnaast is er ook een mooie spreiding aanwezig over alle andere sectoren van de beurs. Dan kan je dus een mooi rendement behalen over verschillende sectoren. En ben je dus niet afhankelijk van, zoals bij de eerste ETF, alleen de healthcare sector. Wat je dus doet met deze ETF is zowel inspelen op de groei van de SP500, die over de afgelopen jaren erg betrouwbaar was, en ook nog eens een mooi dividend ontvangen. Namelijk, wat ik eerder al zei, zo'n 3,2%. Wat beide natuurlijk erg lekker meegenomen is. Net zoals de vorige ETF is ook deze ETF verkrijgbaar uit de Duitse beurs. En kost één positie in deze ETF je de ongeveer 54 euro. De managementkosten zijn net wat hoger, namelijk 0,35% op jaarbasis. Wat dus vergeleken met de vorige ETF net wat hoger is, maar nog steeds erg laag, om eerlijk te zijn. Nemen we een kijkje naar de historische performance van deze ETF, zien we over het algemeen een groei met een keiharde afstaffing in maart van afgelopen jaar. Veel van deze grote bedrijven die onderdeel zijn van deze ETF. Zijn natuurlijk in maart keihard afgeschaft en hebben tot vandaag de dag nog veel last van de pandemie. Wat je dus tegelijkertijd ook kan doen naast het dividend vangen met deze ETF, is inspelen op het herstel van deze sectors. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de oliesector, maar ook aan de financiële sector met banken en de healthcare en de verzekeringen en ga zo maar door. Blikken we nog even terug opnieuw naar de historische performance die we zojuist ook bekeken hebben van deze ETF, dan kun je je twijfel trekken aan de performance van deze ETF. Als we simpelweg naar deze grafieken kijken, zijn bijvoorbeeld de SP 500 en de Dow Jones misschien betere opties. Maar wat veel mensen vergeten is dat het dividend niet meeberekend is in de performance van deze grafieken. En dus moet je elk jaar meer dan 3% rendement erbij oprekenen op de groei die we in deze grafieken al zien. Wat dus wel degelijk een hoop extra rendement is. En daarnaast, wat ik al zei, kun je voor de aankomende tijd mooi inspelen op het herstel van de pandemie met deze ETF wat het naar mijn mening nog net wat interessanter maakt dan het bijvoorbeeld een paar jaar geleden al was. Dan snel door naar de derde interessante ETF van deze video en het is opnieuw een ETF die zich focust op een specifieke sector, namelijk de iShares Automation and Robotics ETF die je op de Giro terug kan vinden onder het tickersymbool 2B76. Dit is een ETF gemanaged door het welbekende bedrijf BlackRock en dat zien we misschien ook wel terug in een management fees. ...die net wat hoger zijn, namelijk 0,4%. Wat nog steeds relatief laag is, maar voor deze video tot nu toe het hoogst is. Kijken we terug naar waar deze IT-app zich op focust... ...is het eigenlijk ook hier weer heel simpel te herleiden uit de naam. Namelijk robotisering en automatisering van bedrijven, processen... ...en over het algemeen de samenleving. Ik denk zelf dat er in de toekomst heel veel potentie in deze sector zit... ...en dat we steeds meer richting deze sector ja, toe bewegen. Alleen brengt het wat meer volatiliteit met zich mee... Jullie weten natuurlijk ook, de afgelopen tijd heeft de NASDAQ het lastig gehad en dat zagen we ook terug in de performance van deze ETF. Daarom deelt BlackRock deze ETF ook in een van de hoogste risicocategorieën in, namelijk 6 op hun schaal van 7, wat dus wel redelijk risicovol is, zoals jullie begrijpen. Ook in de top 10 holdings van deze ETF zien we weer een hoop bekende bedrijven. Er is namelijk plaats gemaakt voor bekende bedrijven als AMD, Snap en ook Qualcomm is onderdeel van deze ETF. Onderaan deze top 10 holdings zien we misschien iets verrassends. En dat is namelijk dat zelfs het autobedrijf Toyota onderdeel is van deze ETF. En de top 10 haalt met een positie van net boven de 2%. Ook deze ETF is dus, ondanks dat het zich focust op één sector, redelijk goed verspreid. Met 126 verschillende holdings die onderdeel zijn van de portefeuille. En een bijkomend voordeel van deze ETF is ook dat hij erg toegankelijk is voor min of meer elke belegger. Kijken we namelijk naar wat één positie in deze ETF je kost, is het slechts 10 euro. Wat het dus eigenlijk voor elke belegger toegankelijk maakt om in te stappen en te profiteren van de technologisering van de wereld. Wat je natuurlijk wel moet weten is dat in 2020 en het begin van 2021 Tech het echt enorm goed heeft gedaan. En dat zagen we ook terug in de rendementen van deze ETF. Die we over de afgelopen jaar bijna in koersprijs zagen verdubbelen. Wat al een enorm groot rendement is. En helemaal voor een ETF. Weet dus wel dat je met deze ETF vooral belegt in tech en dat tech op het moment redelijk hoog gewaardeerd is. Natuurlijk, de afstraffing van de afgelopen twee weken zagen we ook terug in deze koersprijs, maar over het algemeen speel je met deze ETF gewoon in op de toekomstige groei van tech. En wat de titel van deze ETF dus al zei, automatisering en robotisering. De vierde interessante ETF die ik in deze video wil bespreken, is misschien wel de bekendste ETF in de Nederlandse beleggerscommunity. Het is namelijk de Vanguard All World ETF. Die je op de Giro terug kan vinden onder het tickersymbool VWRL. Deze ETF is onderdeel van de kernselectie van de Giro en je dus geen transactiekosten hoeft te betalen. Dit in combinatie met de redelijk lage management fees van 0.22% maakt het omtrent transactiekosten erg interessant voor de beginnende belegger, die nog niet met zulke grote bedragen kan smijten elke maand, als veel van deze bekende YouTubers en bekende celebrities kunnen doen. VWRL is ook de meest uitgebreide ETF die ik bespreek in deze video. Het bezit namelijk meer dan 1500 verschillende bedrijven over allerlei verschillende landen verspreid. En het doel ervan is dus ook gewoon de algehele economie te volgen. 55% van de portefeuille van deze ETF zit in Amerika, maar ook Europese bedrijven en bedrijven uit Azië en Japan behoren tot deze ETF. Wat logischerwijs natuurlijk erg gespreid is. Verder is ook de verspreiding over de sectoren behoorlijk gediversifieerd. Met 20% in technologie als grootste positie. Kijken we ook voor VWRL naar de grootste holdings, dan zijn het superbekende bedrijven. Met giganten als Apple, Microsoft, maar ook Tesla, die deel uitmaken van de top 5 grootste holdings. Wat ook een bijkomend voordeel is van de VWRL-ETF, is dat het ook erg toegankelijk is voor beginnende beleggers. Wat ik eerder al zei, betaal je bij de Giro natuurlijk geen transactiekosten als je één keer per maand VWRL koopt. En hiernaast is de koersprijs relatief laag. Eén positie VWRL kun je aanschaffen voor net boven de $90. dollar. Wat het, naar mijn mening, erg toegankelijk maakt voor de beginnende belegger. En naast deze koersgroei verdien je ook nog eens 2% dividend per jaar over je geïnvesteerde vermogen. Wat ook weer een leuk extraatje is, naar mijn mening. Ten slotte wil ik nog heel even kort kijken naar de overall performance van de VWRL-ETF over de afgelopen paar jaar. En we zien eigenlijk dat dit niet heel veel verrassend is. De markt heeft het supergoed gedaan. En deze ETF probeert de markt te volgen. En is het logischerwijs ook echt enorm goed gedaan over de afgelopen paar jaar. Wat er naar mijn mening voor iedere portefeuille een interessante ETF maakt om toe te voegen. Dan snel door naar de laatste ETF van deze video. En het is net als de vorige ETF opnieuw een ETF van Vanguard. Namelijk de Vanguard Emerging Markets ETF. Die je kan vinden op de Giro onder het tickersymbool VFEM. In tegenstelling tot alle andere besproken ETF's. Focus deze ETF zich op emerging markers, oftewel opkomende markten. En dat zien we ook gelijk terug in de holdings qua locatie van deze ETF. Wat we namelijk zien is dat het 0% in Europa en 0% in Amerika gevestigd is. En zich vooral focust op opkomende markten in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Wat je met deze ETF dus doet, is inspelen op de toekomstige groei van deze opkomende markten en de spreiding die deze ETF biedt. Zorgen er eigenlijk voor dat je over het algemeen de gehele emerging markets volgt. Wat natuurlijk het doel is van de ETF. Net zoals de VWRL-ETF heeft ook deze ETF erg lage managementkosten. Ook weer 0,22%, zoals bij alle Vanguard-ETF's. Ondanks dat deze ETF vooral op bedrijven in ontwikkeling focust, zijn er een paar van de topholdings erg bekende bedrijven. Taiwan Semiconductor, Tencent en Alibaba zijn nou eenmaal enorm grote namen en bovendien bekende bedrijven. Waarvan bijvoorbeeld Alibaba, ik zelf ook als individueel aandeel in mijn eigen portefeuille heb. Ik zelf denk dat er in de toekomst enorm veel potentie zit in deze opkomende markten. En met name de Aziatische markt. Oké, okay, de relatie met de huidige gevestigde markt Amerika is niet helemaal top. Maar ik denk zelf dat de nummers op een gegeven moment voor zichzelf gaan spreken. En dat deze Aziatische aandelen erkend gaan worden door beleggers. En toegevoegd gaan worden aan meer portefeuilles van bijvoorbeeld ook hedge funds. Daarnaast is dit aandeel ook opnieuw een enorm geschikt aandeel om als beginnende belegger toe te voegen aan je portefeuille. Het heeft namelijk een behoorlijk lage instapprijs van rond de 60 euro. En ook dit aandeel behoort tot de kernselectie van de Giro. Wat er dus voor zorgt dat je één keer per maand het aandeel zonder transactiekosten kan aanschaffen. Wat natuurlijk opnieuw weer een mooi extraatje is, want elk rendement telt als beginnende belegger. Kijken we tot slot ook voor deze ETF naar het koersverloop, zien we vooral afgelopen jaren een enorm mooie groei. Wat wel bevestigt dat deze opkomende markten zich steeds beter aan het ontwikkelen zijn en steeds meer rendement zouden kunnen opleveren, mocht je deze ETF willen toevoegen aan je portefeuille. Dat betreft het alweer voor de vijf interessante ETF's die ik dus nu besproken heb in deze video. Twee van deze ETF's waren meer gefocust op een individuele sector en de andere drie waren wat meer gefocust op het volgen van de algehele markt met elk een unieke eigenschappen. Vind je een van deze ETF's nou echt interessant en wil je misschien toevoegen aan je portefeuille? Laat het zeker weten in de comments onder deze video. Natuurlijk zul je met deze ETF's geen 100-200% klappers zien, zoals je met sommige individuele aandelen en met name afgelopen jaar vaak hebt gezien. Maar het levert simpelweg een steady rendement op. Maar het levert heel simpel gezegd gewoon een steady rendement op voor je portefeuille en is echt gefocust op langetermijn vermogensgroei. Wat natuurlijk bij beleggen, of in ieder geval bij mijn manier van beleggen, de key is. Dat betekent eigenlijk wel weer dat we alle ETF's en ook de lange termijn visie van deze ETF's besproken hebben. Vond je deze video nou leerzaam en interessant? Laat zeker een blauw duimpje omhoog achter. En wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer zeker op het kanaal Leren investeren. Een extra abonnee wordt echt enorm gewaardeerd. Voor nu wil ik je opnieuw bedanken voor het afkijken van deze video en hoop ik je uiteraard weer terug te zien bij een volgende video op het kanaal.